is er dan? Waar ben je dan bang voor? Ik ben niet bang, ik ben kwaad. Dat je zonder met mij te overleggen naar Brussel gaat. Dat je zonder met mij te overleggen mijn zaad gebruikt. Luister niet naar mij, dat kan ik toch ook zeggen? Ik wil niet de vader zijn van die kinderen. Je bent het al, je bent al de vader. Hé, broertje. Alles goed? Ja, maar naar omstandigheden dan, hè. Ja, man. Pieter. Komt hij hier over de vloer? Heel soms, ja. En wat is dan heel soms? De laatste tijd iets vaker dan vroeger. Hij is een steun voor me. Hij begrijpt me. Hij kent jou. Hallo! Wat doe jij hier? Weet je het nog? Tamar? Ja, Desiree. Ja, ik ben de vrouw van David, hè? De keuze voor een abortus ligt altijd... bij de moeder. Een embryo is namelijk wettelijk gezien nog geen rechtspersoon, maar onderdeel van het lichaam van de vrouw. He, dus daarom heeft zij volledige zeggenschap. Ik kan mijn leven beteren. Maar? Als jij iets krijgt met Pieter, dan is het voorbij. Nou, ik heb er even over nagedacht, maar ik dacht, waarom betaal je mij niet in natura? Pardon? Er moet echt iets gedaan worden aan mijn keuken. Oh. Die zwanenhals, is iets mee. Ja, nee, dat is natuurlijk in natura. Desiree en ik? Ik en Dees? Dat klinkt het eigenlijk goed, hè? We hebben een relatie, maar we hebben geen seks. Want Desiree heeft mij verteld dat ze aseksueel is. Wat? Maar Dees en ik hebben nu al meer intimiteit dan Tamar en ik ooit gehad hebben. Maar hou je jezelf niet een beetje voor de gek? Ik ga. Ik bel je snel en slaap lekker. Sorry. Ah, wacht even, dit moeten we helemaal niet doen. Nee. Je bent mijn advocaat, toch? Dit kan niet. Nee. Ben je alleen? Ja. Mag ik even binnenkomen? Doe nog eens zo streng tegen me. Tamar, dit kan absoluut niet. Je zou maar te komen binnenvallen. Nee. Nee, wat nu? Straf? Kom hier. Allee! Wie is de baas? Wie is de baas? Oh God, Jezus. Zeg het! Zeg het! Ja! Zeg het! Ja, dat is de baas! Hang jij je leven alsjeblieft niet aan George op, jongen. Dat wordt echt één grote ellende. Die Simone is veel en veel leuker voor jou. Ik ga mee om de kinderen te erkennen. En ik zal ook altijd verantwoordelijkheid voor ze nemen. Oké. Ja? Laat me nou even uitspreken. Dus het zijn onze kinderen. En we gaan allebei voor ze zorgen. Ja. Maar we zijn geen stel. Ja? Ja, we zijn niet bij elkaar. Ik bedoel, ze is mooi. Intens lief. Intelligent. Gevoel voor humor. Ze heeft alles. Hoe stom kan een man zijn? Ik leen jou geen geld. Maar jij bent mijn broertje. Ik geef het je. Ja, je krijgt 50.000 euro van me. Om je zaak te redden. En zodat je op zijn minst de toelage voor de kinderen kan betalen. Ben jij Din? Ik ben Joyce. Ik ben de vrouw van Joris. Misschien dat jij nog een paar keer met hem neukt. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar als het echt niet wordt, dan is hij gewoon van mij. Want wij krijgen twee kinderen samen. Twee. Dus ja, je hebt eigenlijk geen schijn van kans. Ja. Wat wil je nou? Me eerst helemaal lopen opgeilen. En als ze dan het bijna gaan doen, dan ga je er een bom geld uittrekken, omdat anders de seks niet doorgaat. Als je zoiets doet dan maar, dan ben je een hoer. Net spijt me, David, echt. Krijg ik nou nog ergere straf? Stop. Kijk, zij ervan. Weet ze het? Wat? Die vriendin van je, weet ze dat je nog steeds met mij neukt? Weet ze dat? Ik heb het een keer of wat met mijn ex gedaan. Met Tamar. Ja, dat kwam er zo van. Ik moet dit even een plek geven. Oh, oké. Ga met een luchtballon. Heeft Pieter geregeld.
Boertje. Nee. Als je er aan raakt, vermoord ik je. Oké?